De politie is opnieuw aan het zoeken in het Mallebos in Spijkenisse naar de vermiste Farida Zargar. Bij eerder onderzoek in maart dit jaar zijn daar haar fiets en een sleutelbos gevonden. De politie heeft nu specifieke aanwijzingen gekregen over een bepaalde plek in het bos. Gisteren werd in een schuur aan de Venestraat in Spijkenisse een voorwerp gevonden dat mogelijk te maken heeft met de verdwijning van Farida. Wat dat voorwerp is, wil justitie niet zeggen. Voor de vermissing zit een 34-jarige bewoner van het huis vast. De Rotterdamse reeder Jumbo Shipping gaat nog voor het eind van deze maand bewapende beveiligers op schepen mee laten varen als bescherming tegen Somalische piraten. Op dit moment is het volgens de Nederlandse wet nog niet toegestaan. Het ministerie van Defensie wil wel 50 teams mariniers inzetten om schepen te beschermen. Maar volgens de agent van Jumbo Shipping is dat niet voldoende. De Tweede Kamer debatteert morgen over deze kwestie. Een bedrijfspand op industrieterrein Noordwest in de Bombaystraat in Rotterdam is vanmorgen helemaal uitgebrand. Het vuur brak rond 4:30 vanmorgen uit. De brandweer heeft naastliggende bedrijven weten te redden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Vrijdag begint de dag waarschijnlijk met veel bewolking, maar in de loop van de ochtend en middag dan wordt het overwegend zonnig bij temperaturen van zo'n 10 of 11 graden en de wind waait matig uit het zuidoosten.